Daar sta ik dan met mijn vriend die Batsy. Helemaal met die baby's alleen. We staan ook bij Studio Marion. En ik heb gehoord dat daar cursussen wordt gegeven voor carnavalsminken. Dus dan kunnen we allemaal lekker onderkladderen. Want mijn carnaval kan toch altijd alles. En bond, hè? Het thema van de optocht. En bond, want het is... ik ga zijn bel. Studio Marion doet wel wat... aan, hè? Hoe aan. Ik zie hier wel van alles. Dit is toch 46, of niet? Dit is hier ook met de deuren, Studio Marion. Oh. Oh, de kubber daar. Ah, kijk aan. Hallo. Hallo, kijk, dit zit er ook wel op. Marion. Ja. Nou ja, precies, hè? Marion, hi. Hoi. Hans. Hartstikke goed. Hallo. Hoi. Matze. Ja. Nou jongens toch. Ik wil boven... Jij wil boven kijken? Ja, ja, en hier gaan we straks foto's maken. Dit is een gedeelte waar ik altijd gebruik om foto's te maken als de boel klaar is. Maar boven is de kudde. Nou, oh, rode boven was er niet. Begon kip, morgen. We zijn net begonnen hoor. Dus, net begonnen? Ja, oh, zijn, ja. Net begonnen met kleren. Ik moest alles filmen voor, hè? Dus dat knipte zelf maar, hè? Ja. Dat dadelijk, hè. Nou, kijk dan nou eens. Goedenavond. Kijk eens. Allemaal god en spiegels. Jongen, ik zie al een ert hier. Kijk, die heeft de woorden al op. Nou, dat begint wel goed, hè? De woorden. Wow. Ik kan niet meer op. Vandaag zet je bovenbenen. Is dat de jongen onder de arms? Ja, ja, eerst oefenen op de arm. Maar mag ook mama, als jij dat ouder doet. Nee. Hoe ben je zo toe gekomen om het met de carnaval te doen? Met de carnaval, dat komt vanzelf. Van, eigenlijk van de Tollezotters. Oké. Okay. Alleen in zoverre, daar ben ik mee opgegroeid. Ja. Ja. Familie van den Berg was toen nog Hoogstraat. Ja, en dan was, daar kom ik van origine vandaan. Ah, daar is carnaval. Wat zonnig. Ja, hot item. Ja. Dus ik ben opgegroeid met carnaval, dus voor mij was het altijd al sminken. En dat is uit de hand gelopen. Nog iets anders? Ja, wel duidelijk. Lachen, hè? Ja. Ja. Maar dit is nu een groep mensen die ook allemaal meedoen met de carnaval? Ja, met de optocht. Ik, ja, ik heb hier achter mij vier mensen, die weet ik zeker dat die meedoen. Ja, dit is de Dames van de Vlieger. Ik weet niet wie ze hier aanspreekt. Wie kan zich aangesproken voelen? Van de Vlieger? Vlieger. Francis. Ja, die gaan ook. Nou, dan gaan we er zo aan, hè. Dan gaan we er zo aan, hè. Ja, dan gaan we zo naar de Vlieger. Nee, ja, dan gaan we naar de Vlieger, ja. Dit is Club Vlieger. Ja, nee, niet allemaal. Volgens zij niet. Ja, ik, nee. De jury van de optocht. En dat is de jury van de optocht. Ja, geweldig. Oh, de jury. Ja. Oh, kijk. Daarom zeg ik al meer horen. Maar de ja. Dus als je ze nou goed smint, krijg je extra puntjes. Ja, ja. Dus dat is weer een scoop, Hans. Ja, ik zit er zin in. Ja, nee, nee. Eerst hem gewoon weer naar de vlieger. Gewoon eerst hem naar de vlieger. Ik zou er helemaal druk mee. Afgeleid door ons. Afgeleid door jongens. Ja. Even de ronde. Die kleine. Nee, dat is de bloemetjes speciaal. Dat is de ronde. Dan doe je die in het vieze water en je gaat even zorgen dat de wit die je daar voor je hebt liggen, dat dat ongeveer de dikte heeft van dikke yoghurt. Dan zit het. In het water gewoon perceel en dan in. Heb je al dikke yoghurt? Ja, wat is dit? Yoghurt? Maakt niet uit. Ja, goed op, dit is hardere smink. Dit wordt niet dat het... Nee? Oké, dan heb je je vingersponsje. Vingersponsje doe jij wel. Ligt tussen jullie in. Moet je maar even samen doen. Kom maar op. Kijk, ik zal even laten zien wat hoe simpel. Wie is de yoghurt? Oké, dit is mijn sponsje. Even opletten, dadelijk moeten jullie het doen. Sponsje. Ja? Dat gaat in de dikke yoghurt. Kijk, die is lekker daar geactiveerd met die penseel. Dus mijn sponsje is nu
ingewikkelde, verzadigd met wit. Dan, en dat is een beetje beroerd bij je arm, maar dat kan je wel op je eigen gezicht doen. Oh ja. Kijk. Oh, wat grappig. Tamponeel. Ja, appeltje, eitje. Ja. Dan dit ook een dit kan iedereen. Ja. Dit kan, ja. Kijk, maar onthoud. Als je dit gaat doen met een gewone spons, dan flatst het alle kanten op. Want het blijft een probleem. En daardoor zijn deze sponsjes zo makkelijk. Ja. Nou, onder wijsvinger, hè? Doe. Ja. Daardoor moet je zo'n handdoekje erbij hebben. Snap je? Snap je het nog, Hans? Ja, bij jou ook. Dat was helemaal niks voor mij. En helemaal niet met zo'n van de vrouw. Raak je dan in de werk? Dan ga ik helemaal in de knoop. Ja, dan moet je draaien. Dan denk ik aan mijn vrouw. Laat ik er een stuk al wat hebben hier. Is dat weer knip? Nee, dat is niet nodig, die knip. Zullen we je mond draaien dan? Nee. We draaien zo de camera rond, hoor. Ja, maar het zit onder mijn nagel. Dat is het verschil tussen de ene kleur als essential en de andere. Oh, maar kastjes. En deel nog. Die zit, die zit, ja, met een lijnlaag zit eraan. Gaat die stokjes. Ja, duwen. Moet dan komen douchen. Alles hier onder de douche. Ja, ja, hier. Is een kleine hockey. Samen wassen heeft ze gezegd. Ja. Hoe laat gaat dat gebeuren? Neem je dan nog? Ik kan dat proberen. Heb je op jongenscoop? Dat bedoel ik. Maar ik weet niet of die camera wel watervast is. Okay, we gaan even voor het echte werk. Wat ik beloofd had, de mooie bloemetjes. Dat is de korte dikke kwast. De korte dikke kwast? Ja, en de kwast waar je de wit mee hebt aangelengd. Die moet je allebei in de handen houden. Is dit ook je bedoel? Ja. Maar puur hier in huis? Ja, ja, en op scholen, mbo-scholen. Ja, ik was vorige week in Appingedam, volgende week ga ik naar Meppel, Harlingen, op mbo-scholen. Maar dan special effects, wonden maken, littekens maken, neptatoeages maken. Soms op locatie, soms foto's, soms fysiek vraag. Vanmorgen kwam iemand een gipsen buik ophalen. Oké, okay. Ja, leuk. Het waait van de ene kant naar de andere kant in. Ja, is het puur bonnebond reclames? Ja, voornamelijk wel. Voornamelijk wel. Nee, ik heb Facebook. Maar that's it. Nee, heel veel mond op mond. En ik heb een periode bij IKEA gestaan. En ook kinderfeestjes. En je kunt zo gek niet denken. Maar ook mensen die komen heel veel cursussen voor. Zelfs uit Alkmaar komen ze hier. Ja, dan komen ze 6 weken achter elkaar. Dan komen ze hier naartoe. Wel één dag in de week? Avond. Ja, 6 avonden. Een all-round screencursus. Meeste waar mensen voor komen. En dan, deze vrouw die kwam uit Alkmaar. Uit Duitsland heb ik ook eentje gehad. Zo. Ja, maar het is allemaal via. Maar omdat ik sta bij wereldkampioenschappen elk jaar. In Oostenrijk. En ik ben gewoon mezelf. En dat, ik denk dat is waar mensen vandaan moet heen gaan. Wat ga je dan zo meteen doen? Ze nu een bloemetje leren maken. En daarna is het de bedoeling dat ze losgaan op zichzelf. Okay. Dan hebben ze wat mij betreft voor vandaag genoeg basiskennis voor handen. En dan gaan ze zelf aan de slag en dan ga ik ze meehelpen. Oké, maar ze komt nog een keer terug hier bij je? Nee. Want het is één avond? Nee, het is één avond. Dit is speciaal door de Sassenhoekse optocht. Die heeft mij benaderd van, goh, en ik geef al vaker workshops à la dit hem. Alleen nou vroegen ze van, goh, kun je dat doen in het kader van de carnaval? Nou, prima. Dus dat is dan carnaval. En deze komen één avond. Willen mensen nou echt veel meer leren? Dan moet je 6 avonden komen. Ja. En dus, maar ja, goed, dan krijg je ook meer. Dan krijg je huiswerk. En, weet je, het gaat steeds dieper, dan krijg je tijgers en moeilijkere dingen. Maar dat is ook je woonhuis? Ja, hiernaast. Dit heb ik 7 jaar geleden bij aangebouwd, omdat het zo goed liep. Oké. Ja. Een stukje inbreuk op de privacy, of niet? Nee, want hierachter zitten ze televisie te kijken en zo. Nee, en je mag gewoon naar binnen showen. Nee, maar... Ja. Oh, dat is helemaal mooi dan. Ja, nou, nu hoeft het niet meer, want ik heb dus 3 kinderen, tweeling van 21 en de jongste is 18. Die, bijna 18, maar die redden zich wel. Maar toen ik, want dit is al vanaf 2007, doet dit al. Dit is begonnen in die garage en dat is uit de hand gelopen. Maar ja, dan ben je wel thuis. Maar wat uit de hand gelopen? Ik ben bij huis. Geweldig. Ja. Ik vind het zo leuk, want het is ook de afwisseling. Hè? Net dan weer op schoolles geven, dan heb ik een fotoshoot.
Sint-Kruis en dan moet ik daar naartoe. Ja. Ik ben Zwart Sluis en Kerstver en ook bedrijfsfeestjes. Oh, een hele groep kerels ook. Samen en dan krijgen ze opdracht. Dan moeten ze elkaar ouder maken. Ja, dat is machtig. Ja, maar dat is heel leuk. Of mensen die speciale opdrachtjes die hier komen. Of ik ze echt in Sint-Kruis of natuurlijk. Al die dingen bij elkaar maken. En gewoon achtergewoon. Ja. Mooie kant toch niet? Wel hè? Werk aan huis. Nou. Ja, ja. 1, 2. Of lipjes. Ja. Oh, ja. Heb je dit voor de verkoop aan de klanten? Of is dat puur allemaal voor eigen gebruik? Ja, het is verkoop voor klanten. En ook bedrijven of wat dan ook. Maar ik heb geen webshop, dat is te veel werk. En ik vind het niet leuk. En ik wil gewoon graag dat mensen er goed mee werken. Dus dan komen ze hier ook op afspraak. Ik heb geen andere winkel, maar vaak dan doen ze een appje of een mailtje. En dan, of ze bestellen van ik heb daarvan zoveel nodig en daarvan zoveel nodig. Okay. En ik heb gewoon een basisvoorraad. En nu met de carnaval heb ik wat meer ingekocht. Maar ik heb in 2 dagen zo weer aangevuld. Doe je zelf ook nog een carnaval? Ja. Ja? Ja, ook ja. 1 dag, 2 dagen, 3 dagen. 4. Ja, vrijdag, zaterdag, zondag. Oké, dus vrijdag, s'nachts, dan sta je ook al bij het opzetten van de... Ja. Oh. Nou, wij ook. Ja. Moet nog even een keer een gril geven. Ja, dat komt goed. Ik heb fluoriserende pakken aan, een regenboogpak. Wij draaien er een puntje op. Want de dames die gaan optocht schminken. Ja, top secret, hè? Jij wilt niet verpesten. Nee, snap ik. De jury die gaat straks ook de deur uit, heb ik gehoord. Hou ons ook dicht. Nee, ik wil je bedanken. Ja, heel graag gedaan. Dat je even mocht komen. Ja. En nou ja, we pakken het straks van oral vandaan en gaat gebruiken. Ja. Nou, en de dames ook voor het enthousiasme. Ja. Ik vond het wel jammer dat ik er al niet meer bij mag zijn, maar ja, goed. Ik ken de plek, hè. Ja, dat hoorde ik net. Ja, woensdag over 14 dagen, geloof ik. Ja. En zaterdagmorgen. Dus als je nog in de herhaling wil, dan. Wat je denkt van. Oh, ja. Nou, we moeten nog een keer naar Elburg, naar iemand die kleding maakt. Dus dat is ook op die woensdag. Dus Nou, ik zou zeggen, dames, heel veel plezier en succes. Ja. En top. Ja, zeker. Yo, doeg. Hoi. Doei.